Toon Jaspers wil graag nog een periode in de onze gemeenteraad. De fractievoorzitter van het CDA zegt nog genoeg politieke ambities te hebben. Welke rol in de partij hij dan vervult, is nog niet duidelijk. Lijsttrekker zal de inwoner van Huseling niet worden, want vorig jaar februari werd al bekend dat wethouder René Peters dit wordt. Hoe de kandidatenlijst van het CDA eruit komt, komt te zien, wordt in september bekendgemaakt. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in Oss pas op 19 november in plaats van op 19 maart.